En bij mij in de studio, Mieke Schouwvliegen van Groen, welkom. Over welk soort plastic spreken we? We hebben het hier over bedrijfsafval. Dus een half miljoen ton, daar zijn we eigenlijk nummer 4 op de wereldranglijst van exporteurs van bedrijfsafval. We willen heel graag goed scoren in Vlaanderen, maar toch niet met uitvoer van plastic bedrijfsafval. Ja. Naast de Verenigde Staten, Japan, Duitsland zijn wij nummer 4. Dus daar moeten we echt wel iets aan doen. Ja, maar weten we dat zeker dat het over bedrijfsafval gaat? Want OVAM zegt, we hebben daar eigenlijk geen zicht op. Er bestaan geen cijfers. Ja, wij weten perfect, OVAM weet perfect hoe het zit met ons huishoudelijk afval. Maar bedrijfsafval, dat is eigenlijk een soort black box. Hè. En eigenlijk weigert men ook een beetje om daar echt grondige controles te gaan op doen. Dus wat doet men? Men heeft te weinig recyclagecapaciteit in Vlaanderen. En dus zijn bedrijven er eigenlijk bijna toe veroordeeld om op de buitenlandse markt met hun afval te gaan rondzeulen. En ze hebben daar ook perfect het recht toe om dat te gaan doen. En in die zin voeren wij uit en blijkbaar dus ook naar Turkije. En hoe komt dat eigenlijk? Want Nederland recycleert zijn materiaal zelf, zijn afval. Wij doen dat niet. En de minister, hoor ik toch in de commissie zeggen, droomt van een eigen hub te maken in Vlaanderen, een afvalhub. Ja, wij hebben echt wel te weinig recyclagecapaciteit. Dus het is zaak om die capaciteit te gaan opdrijven. Dat is één ding. De minister heeft dat nu ook naar aanleiding van deze vraag beloofd. Dus hij gaat daar ook een plan voor leggen. Nu, dat is één ding. Wij zijn daar blij mee dat zij ook dat probleem erkent en daar werk van zal maken. Maar natuurlijk moeten we proberen in eerste instantie zo weinig mogelijk plastic afval, bedrijfsafval te produceren. Ook dat hebben we gevraagd. En daar hebben we niet echt heel veel concrete antwoorden gehoord van acties die kunnen gebeuren. Maar vandaag staat in het regeerakkoord, of in het regeerakkoord staat dat we vandaag al 70% recycleren. Dus dat geldt niet voor bedrijfsafval. Wij hebben daar eigenlijk, we stellen vragen bij de manier hoe dat dit gemonitord wordt. Daar stelt Europa ook vragen over en ook daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op. Dus we tasten een beetje in het duister over de aard van het materiaal, de hoeveelheid materiaal en wat echt het recyclagepercentage daarover is. Men heeft nu acties beloofd om dat verder uit te zoeken. Wij hopen dat dat lukt. Want het is echt heel belangrijk dat we daar werk van maken. Nu komt alles in Turkije terecht. Zonder dat daar eigenlijk voor de milieulast die we veroorzaken voor betaald wordt. Dat ontwricht die Turkse markt gigantisch. En we zien dat daar heel veel milieuvervuiling door teweeg gebracht wordt. En dat moet echt wel stoppen. Wij vinden dat we onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en daar acties moeten rondop nemen. Ja. Dat is één probleem. Want er is ook een probleem van fraude, begrijp ik. Van afval, leg dat nog eens kort uit. Wel, uit een reportage van KNAK bleek dat er wel degelijk gefraudeerd wordt aan in Antwerpen en in de haven. Men zegt, we verschepen hoogwaardig plastic afval. Terwijl het iets totaal anders is. Het is laagwaardig plastic afval, dus men verandert het soort etiket. En dat lukt blijkbaar in Antwerpen. In andere havens is dat moeilijker. Ook daar hebben we een vraag over gesteld om te vragen wat de minister daar nu zal aan doen. En ze heeft extra controles beloofd en een onderzoek hoe effectief die etiketering of het bewijs van welk soort afval in de container zit kan vervalst worden. Mm-hmm. Dus zij zal daar acties rond ondernemen. Wij gaan dat ook heel strikt opvolgen, want op zich, ook als daar fraude gebeurt, dat betekent dat nog maar eens, naast het feit dat we nu al heel veel exporteren naar Turkije, dat daar ook via kanalen dat we niet kennen de weg naar het buitenland vindt en op een illegale manier. Controles is één aspect. Er zijn ook vergunningen en die zijn blijkbaar niet nodig voor export, begrijp ik. Er is een soort etiketering nodig die is blijkbaar op het eerste zicht altijd in orde, maar die is blijkbaar vlot vervalsbaar, blijkt uit die getuigenis. Dat moet onderzocht worden, dat zullen we zien hoe dat effectief verloopt. En als dat effectief zo is, dan moeten daar ook acties aan gekoppeld worden. Dat heeft ook de minister beloofd te doen. Wij gaan daar zeker terug naar vragen om te kijken wat daar effectief van aan is. Het
gaat over een getuigenis die we moeten checken of dat, wat daar in de praktijk werkelijk gebeurt. Want en waarom is dat zo belangrijk te weten wat er naar Turkije gaat? Of dat nu over hoogwaardig plastic gaat of over laagwaardig? Waarom is dat zo belangrijk? Dat gaat natuurlijk over de manier hoe dat wij... hoe dat wij gaan recycleren. Hè. Als we willen recycleren, willen wij eigenlijk zorgen dat we maximaal materiaal dat we willen recycleren ook kunnen hergebruiken. Hè. Dus daarover gaat dat. Hè. Dus het is belangrijk dat materiaal dat we kunnen hergebruiken, dat we dat ook in een circulair systeem proberen te stoppen. En we moeten daar echt werk van maken. En daar wordt mee gefraudeerd. Hè, want iets dat niet goed recycleerbaar is, dat is natuurlijk minder waard dan iets dat wel goed recycleerbaar is. Hè. En wat wordt er in Turkije gemaakt? Dat is mij op dit moment niet duidelijk. Dat moet echt wel onderzocht worden. We hebben geen zicht op wat er wordt gerecycleerd en welke nieuwe materialen daaruit voortkomen. We hebben daar weinig zicht op dit moment, ja. Dus er zijn nog heel veel vragen daarover. Ja, dat klopt. We hebben ons huishoudelijk afval heel goed onder controle en heel goed zicht op. Maar wat daar met dat bedrijfsafval gebeurt, dat is eigenlijk echt heel moeilijk te verifiëren. En daar moeten we echt werk van maken. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Het makkelijkste is om dat in eigen markt te doen. Om daar inderdaad zelf initiatief te nemen en daar zelf de controles te kunnen op uitvoeren. En dan denk ik ook, vooral ook de boodschap de wereld insturen, dat we plastic de wereld moeten uitbannen of dat er geen plastic meer mag gebruikt worden en vervaardigd worden, want tegen 2050 zit er een verdriedubbeling aan te komen. Ja, we moeten proberen zoeken naar manieren om zo weinig mogelijk plastic te gebruiken. Een wereld zonder plastic, dat is heel moeilijk. Hè? Maar we moeten toch wel zorgen dat plastic zo weinig mogelijk gebruikt wordt en wat we gebruiken, dat we dat ook maximaal recycleren. Hè? Zodanig dat we naar hoogwaardige recyclage gaan en dat we dan naar kwaliteitsvolle eindproducten gaan, hè? Zodanig dat we in een circulair verhaal blijven werken. En ziet de minister daar de hoogdringendheid van dit probleem? De minister heeft wel het probleem erkend, heeft haar bezorgdheid uitgedrukt. We hebben gevraagd om over recyclagetechnieken een hoorzitting te organiseren en nieuwe technieken te bekijken. En dat zal ook gebeuren. Dus in de schoot van de commissie gaan we daar verder op werken. Er waren verschillende collega's heel actief over dit punt. Dus ik denk wel dat we daar stappen vooruit zullen kunnen zetten. Maar het blijft wel belangrijk om zoveel mogelijk afval te voorkomen, hè, en dan te werken op de techniek om het te recycleren en dan zo hoogwaardig mogelijk recycleren, zodanig dat we echt naar een circulaire economie evolueren. Oké, dankjewel Mieke Schouwvliegen van Groen. En dit was Studio Commissie. Kijk morgen zeker om 14:00 naar Studio Vlaams Parlement. Dan zijn we er weer voor het Vragenuurtje live.